We willen dat er een hoop leuks is voor kinderen in Zonnebrugel, maar niet bij mij in de buurt. Dit is Onscast 96, de podcast van ons Zonnebrugel voor week 35 2023. En we beginnen met het nieuws. Zondag 27 augustus afscheid: Diake wilschart Kooijmans. Zondag 27 augustus nam Diake wilschart Kooijmans afscheid van de Progje Heilige Oda, die hij maar liefst tien jaar met veel passie heeft gediend. Het Progje Bestuur houdt de afscheidsviering in zijn Breugel, waar hij al die jaren heeft gewoond onder de rook van de sint geneve Ook aan de aanvangstijd werd niet getornd, die is, zoals het in Breugel gewend zijn, om half tien. Daarna was er een, een informeel samenkomst op de kerkplein... en niet lang daarna zullen Wilschert en zijn vrouw vertrekken naar Vlijmen... waar ze een nieuw onderkomen hebben gevonden. Zoals bekend gaat, Wilschert zijn werkzaamheden diaken voortzetten in de parochie van de Sint-Jan in Den Bosch. Zeker in deze tijd is het niet vanzelfsprekend... dat een priester, diaken of een pastoraal werkende meteen een opvolger krijgt... maar hier in de ODA-parochie is daar wel in voorzien... Kapelaan Harald van Overbeek neemt per 1 september het stokje van Wilshard we'll over. Dus het Koemans heeft het afgelopen decennium veel initiatieven opgestart. Eerst onder leiding van pastoor Vincent en Blom en afgelopen jaren samen met pastoor uh, Brian van der Mortel, Met wie hij samen met Diake Peter Buis en uh, Kete Gist. <laughs> Ik had vorige week al gezegd, heel veel moeite met die namen. Uh, Sanje uh, de Rooy, sinds het vertrek van Blom, het pastoraal team vormde. Hij heeft zich op het gebied van uh, verdien, uh, diverse gebieden verdienstelijk uh, gemaakt, te veel om op te noemen. Naast het voorgaande in, het gebedse, uh, in de gebeds- en communiviering, familievieringen uitvaarten en het assisteren bij uh, gastievieringen, was hij actief in het jeugdwerk, die bepaalde gemakkelijkste doelgroep in deze tijd, als je daar het onderwerp geloof voor het voetlicht wilt brengen. Dus je was er zo geliefd om zijn preken. Met een aandoenlijke drive spoorde hij de gelovigen aan om vooral niet te zwijgen in, over, niet te in overconsumptie en het gevolg van valse goden. Maar toch vooral voor de grauwe sluier van onbetamelijk uitwassen van de maatschappij heen het licht van Christus te blijven zoeken. Als je dat maar blijft zoeken en volgen, dan kom je altijd goed terecht. Dat was toch altijd zo'n beetje de rode draad. Het adagium van zijn gewaardeerde betogen, vanzelfsprekend gebaseerd op de lezingen. Volgens de parochie uh, mag niet onvermeld blijven dat uh, alleen Wilshard zich inzette voor de parochie, maar ook de rest van de gezin veel respect verdient. Samen met zijn vrouw en dochters beschikte familie Kooimans over de nodige muzikale genen die regelmatig in diverse vieringen te beluisteren waren. Mevrouw Kooimans was ook vaak als vrijwilliger op meerdere plaatsen waar handjes en vertroosting nodig waren. Je deed nooit te vergeefs een beroepenbaar. Marcel Rietveld draagt het brandweerstokje over aan dochter Kim. Twintig jaar lang stond brandweerman Marcel Rietveld klaar voor de gemeenschap in Zonnebreugel. In die twintig jaar heeft Marcel mooie avonturen beleefd, de brandweerwagens onderhouden en de pompbedieners opgeleid. Nu draagt hij het stokje over aan zijn dochter Kim Rietveld, die in de gemeente Vlijmen bij de brandweer zit. Wie zich op zaterdagochtend in de buurt van het combigebouw begaf, zag Marcel Stevat vast de grote rode brandweerwagens van korps Zonnebreugel schoonmaken en onderhouden. Hij zegt. Ik zorg dat de auto's gewassen zijn. Ik help mensen de slang beheersen. Ik heb sinds 2011 bombedienders opgeleid. Daar ben ik heel actief mee geweest. Wie het heel die vroeg mocht dan ook een ritje maken in die wagen. Maar na 20 jaar stopt, uh, stopt de brandweer van Marcel. Niet omdat hij, omdat hij het niet leuk meer vindt. Integendeel. Maar hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Ik heb mooie dingen meegemaakt. In 20 jaar heb ik hele mooie dingen gezien. Ook wel verdrietige, maar ik ben wel altijd trots geweest. Dat Marcel de weg vond naar de brandweer heeft het Lontje ook aangestoken bij dochter Kim Rietveld. Ze zegt, toen mijn vader uiteindelijk van fotografie naar de brandweer ging, ben ik ook actief geweest als slachtoffer tijdens oefenavonden. Daarin kwam ik natuurlijk best wel dicht bij het vuur. Toen ze neerstreek in de gemeente Vlijmen was het voor haar ook een logische stap om daar in de rode wagen te stappen. De komende jaren gaat ze ervaring op doen als manschap. Hoopt, uh, ook, uh, hoopt het ook jaren vol te kunnen houden. Ik ben natuurlijk eerder begonnen als mijn vader. Ik ben al mijn dertigste begonnen. Dus waarschijnlijk zal ik het langer volhouden. Maar ja, dat is echt toekomstmuziek. Marcel kan dus met een gerust hart afscheid nemen van de brandweer in zijn zonnebreugel. wetende dat zijn dochter voor het vuur gaat voor de samenleving. Op de laatste dag dat hij het onderhoud pleegde aan de brandweerwagens, nodigde Marcel Kim uit om symbolisch de fakkel over te dragen. Wat Marcel nu gaat doen, nu de zaterdagen niet meer gevuld zijn, weet hij nog niet zeker. Hij zegt: Ik denk dat ik een fiets ga aanschaffen en dan elke zaterdag hier langs de kazerne rijden om te kijken of er een leerling chauffeur bezig is. Dan kan ik op afstand beoordelen of hij het goed doet. Met een glimlach, uiteraard. En check vooral ook de video op de site. Beoogde locaties willen geen pumptrek in hun buurt. Het gaat een lastige keuze worden voor de gemeenteraad om een locatie voor een pumptrek aan te wijzen, nu buurtbewoners nee hebben gezegd. Drie mogelijke locaties waren aangewezen om te peilen of een pumptrek geschikt en gewenst was. De drie locaties, Speeltuin Molenwijk, De Weekschallaan en Snuitlibel, werden op 17 juni bezocht door het bureau Nieuwe voor een participatietraject. Ze gaven informatie over wat een pumptrek is en vroegen de uitgenodigde buurtbewoners om een mening te geven. Alle opgehaalde informatie werd verzameld en woont het advies aan de gemeenteraad die uiteindelijk een keuze maakt voor één van de drie locaties. Naar het participatietraject is duidelijk geworden dat geen enkele locatie zit te wachten op een pumptrek. Het, het draagvlak ontbreekt, concludeert de wethouder Jan Boersma van het CDA. Hij zegt: De conclusie is dat er onvoldoende draagvlak is op alle drie de locaties. Dit is een belangrijk aspect in het voorstel aan de raad om een weloverwogen keuze te maken voor de aanleg van een pumptrek in Zondenbreugel. De gemeenteraad praat binnenkort over de volgende stap voor het realiseren van een pumptrek. De wethouder stuurt de, de raadsleden een memo met. Opgehaalde informatie in het participatietraject. Maar door de reactie van de buurt wordt het een lastige keuze: twee buurten gelukkig door geen trek aan te leggen, of de, de jeugd gelukkig door in één buurt wel een trek aan te leggen. Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens de e-waste race. Blink organiseert in samenwerking met een aantal gemeentes, waaronder Zonnebreugel, de e-waste race Blink 2023 educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met elektronisch afval combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van elektronisch afval. De insteek van e-waste race is het inzamelen van e-waste leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken. Tien basisscholen uit Deurne, Gemer-Bakel, Helmond, Laabeek en Zonderbrugge gaan vier weken lang de strijd aan met oude en kapotte elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd. Daar draait de E-Waste Race om. Tijdens de E-Waste Race leren kinderen op een, leer, op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen zoals consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recyclen. Na een gastles gegeven door een gedreven expert zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan het circulair maken van Nederland. Dit de hierop. Uh, de, dit door in de hieropvolgende weken zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten in te zamelen of te laten repareren bij een lokaal repaircafé. Puurbewoners kunnen hun elektronisch afval aanbieden via www.ewasterace.nl. Hierbij mogen ook losse batterijen of accu's ingeleverd worden. De leerlingen komen de spullen dan aan huis ophalen. Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van e-waste inzameling, de helft van Nederlandse. Uh, E-waste wordt, e wordt niet ingezameld. Oude laptops of kapotte keukenmachines belanden vaak op zolder of in de gangkast. Zonde, want er zitten nog waardevolle en herbruikbare materialen in onze e-waste, die een tweede leven verdienen. Van sommige apparaten kan maar liefst 95% van de onderdelen hergebruikt worden. Daarom is het zo belangrijk dat de e-waste-waste bewustzijn creëert over het belang van recycling en de hergebruik bij kinderen en een omgeving. De e-waste race 2023 geplaatst op, uh, op maandag, van maandag 11 september tot en met donderdag 5 oktober. De race is een initiatief van de afvalinzamelingsdienst Blink in samenwerking met de Race Against Waste. Blink zorgt ervoor dat de ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terechtkomt. Zo komt al het e-waste goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled. En dan gaan we door naar de agenda. 31 augustus van 7 tot 8 in Braakland, het inloopuur van de gemeenteraad. De gemeenteraad organiseert één keer per zes weken een informeel inloopspreekuur waar inwoners, organisaties en bedrijven vrijblijvend binnen kunnen wandelen. Eerst volgende spreekuur is op donderdagavond 31 augustus 2023 tussen 7 en 8 in het gemeenschapshuis Braakland, Amerikalaan nummer 2. Raadsleden en burgerleden luisteren naar ieders wensen, ideeën, vraagstukken en gedachten. Tijdens de inloopuur kunt u, zoals de naam doet vermoeden, gewoon binnenlopen. U wordt ontvangen door uh, een van de medewerkers van de gemeente en raads en burgerleden. Om het gemak van een pakje koffie kunt u in gesprek met de Raads en Burgerleden. Voor meer informatie kun je terecht op zoldenbreugel.nl slash mailen naar griffie.zoldenbreugel.nl of bellen met 0499 491 491 en vragen naar Kim Verkuilen. Zondag 3 september van 11 tot half 6 in het centrum van Zonnebreugel. De jaarmarkt van Zonnebreugel 2023. ERI verzorgt in 2023 de jaarlijkse jaarmarkt in Zonnebreugel. Iedere eerste zondag van september in het de centrum. De jaarmarkt dat wordt gehouden van op 3 september 2023 van 11, tot en met 11 uur tot en met half 6. En dan gaan we door naar het gemeentenieuws. Politieke avond. Van donderdag 7 september 2023. De politieke avond van 7 september 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar. Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonnenbreuge.notiubis.nl. Sessies 2 en 4 vinden plaats in de vergaderkamer. Eind van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt die enkele dagen later via de website te beluisteren is. Er is geen besluitvormende raadsvergadering. Om van half acht tot vijf voor acht de sessie actualiteiten en vragen. Van acht uur tot half negen sessie één oordeelsvormend dienst Dommelvallei, eerste bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging. De gemeente Zonnebrugge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling dienst Dommelvallei. Deze dienst stelt de begrotingswijziging voor en de raad heeft nu de gelegenheid om daar een zienswijze op in te dienen. Van 8 tot kwart van 9, sessie 2, oordeelsvormend De verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Vanwege een inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024... gaat de werkwijze voor aparte monumentcommissie... en ruimtelijke kwaliteitsteam wijzigen. Er komt één geïntegreerde commissie Omgevingskwaliteit. De raad moet de verordening voor deze commissie vaststellen. Van kwart van 9 tot half 11, sessie 3, adviserend. Het participatiebeleid plan van aanpak. We werken aan een participatiebeleid. Daarin gaat het om regels en richtlijnen voor het uh, betrekken van inwoners en organisaties bij uiteenlopende ontwikkelingen. De Raad moet nu de vraag, de vraag beantwoorden op welke wijze hij bij dit totstandskomingsproces betrokken wil worden. En van 9 tot 14 sessie 4 vormend kostenbesparende afvalinzameling. We hebben enkele scenario's opgesteld om op de kosten van de inzameling te besparen. Op verzoek van de raad zijn er ook enkele alternatieven berekend. Tijdens deze sessie gaan de raadsleden met elkaar in debat over dit voorstel. Het wordt een vervolg op het debat dat op 6 juli 2023 heeft plaatsgevonden. Langstellingen kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een adviserende sessie. Bij de ordersvolgende sessie kunt u gebruik maken van spreekweg. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal vijf minuten de tijd om uw mening via het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven. Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk in 6 september 2023 aan... via griffie.sonnenbrugel.nl De volgende politieke avond is op donderdag 21 september 2023. Werkzaamheden. Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de A50 afgesloten... van dinsdag 12 september 9 uur tot woensdag 13 september 5 uur... vanaf knooppunt Exvair tot en met afrit Zonnenbreugel in noordelijke richting. En van maandag 11 september... 9 uur tot en met dinsdag 12 september, 5 uur. Vanaf oprit Zonnebreugel tot knooppunt x in zuidelijke richting. Het gaat om de volgende werkzaamheden: Maaien, herstel openbare verlichting, goten en kolken reinigen, zwerfvuil opruimen, voegen schoonmaken, onderhoud kunstwerken, herstel geleidrail en zoap reinigen. Afvalinzameling in de week van maandag 4 september 2023 tot en met vrijdag 8 september 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld. GFT en PMD. Alle actuele informatie over de afvalinzameling... vind je in de digitale afvalkalender van Blink. Je kunt de Blink-app gratis downloaden in Google Play of de App Store. Is afval niet opgehaald? Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink... via 0800 0492 of klantenservice at Het CMD is in verband met een interne cursusdag... op dinsdag 5 september 2023 de gehele dag gesloten. Je luistert naar Ons Kast, de podcast van ons zonnebruggen. Bedankt voor het luisteren. Ons Kast luister je in je favoriete podcast app, zoals Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Pocketcasts, Radio Public, Overcast en Stitcher. Abonneer jezelf, zodat je geen enkele afmetingen mist. Ons Kast kun je ook zien op YouTube en Spotify. Clips uit Ons Kast vind je terug op Instagram, TikTok en Facebook. Je kunt ons daar zoeken op ons Zonnebreugel. Like, deel en vind ons leuk om ons kast te delen... met je vrienden, familie en kennissen. Al het nieuws dat je vandaag voorbij hebt horen komen... vind je op onszonnebreugel.nl. Directe link vind je in de show notes van deze aflevering. Presentatie en montage van ons kast... wordt verzorgd door Rutger van Rijden. Gemeentenieuws wordt aangeleverd door de gemeente Zonnebreugel. En wil je adverteren op ons Zonnebreugel of ons kast... Vraag naar de mogelijkheden via odverteren.onszonnenbreuel.nl. Tot de volgende aflevering met Ons Kast, de podcast van Ons Zonnenbreuel.